in de hoek van de winkel. En toen kwam hij naar binnen. Ik bleef gewoon precies op die plek zitten. Ik bewoog niet. Mm-hmm. Mijn moeder kwam naar voren en ze keek echt zo, echt gewoon shocked. Hey iedereen, ik ben Vanessa en je kijkt weer naar Spot On. Het platform voor vrouwen door vrouwen. Deze week gaan wij beginnen met een nieuwe serie. Toxic relaties. Om te beginnen zit ik vandaag met een jonge dame hier naast me die haar leven eigenlijk wekelijks vlogt. En haar leven gaat niet altijd over rozen. Ik heb het over Tamara Fahad. Maar moeten we klappen. Oh ja, ik moet wel. Dat is echt droog. We beginnen eigenlijk deze week met iets waar we heel veel van de Spot-on kijkers hebben laten weten dat ze ermee zitten. Namelijk het breken met je familie. Ze zeggen altijd, als het om familie gaat, familie boven alles. Mm-hmm. Wat vind jij daarvan? Er zit een zekere waarheid in, want je familie, daar ben je toch wel mee opgegroeid en al. Maar als je familie je meer pijn doet dan liefde geeft, dan is het, dan moet je het wel gaan afwegen. Want eigenlijk waar het bij jouw familie om ging, jij werd verliefd op een jongen en daar ging je familie niet mee akkoord. Ja, klopt. Hoe ging dat eraan toe? Nou ja, kijk, in het begin deed ik natuurlijk stiekem. Dus ik praatte er natuurlijk niet met hen over. Het ging allemaal heel goed en al. Tot op het moment dat ze erachter kwamen. En toen ging het natuurlijk mis. En ik had gelogen over mijn relatie. Maar dat is logisch, want ik mocht niet eerlijk zijn. Mm. Want het zou niet geaccepteerd worden, dus daarom ging ik liegen. Ja. En toen ze erachter kwamen, toen moest ik het verbreken. Moest je het verbreken omdat je had gelogen? Nee. Of gingen ze niet akkoord echt met je partner? Met mijn partner. Wat dan? Allebei, ja. Hij heeft gewoon een andere afkomst. En ik ben zelf Irakees. Mm-hmm. Dus zij wilden gewoon dat ik met een Irakees zou eindigen ook. Mm-hmm. En voor hun is het een schande als ik met iemand ga van een andere afkomst. Een schande? Ja, zo wordt dat wel gezien. Maar je groeit toch wel op tussen twee culturen. Want mijn ouders bijvoorbeeld en mijn familie, die zijn wel geboren en getogen in Irak. Ik ben hier gewoon geboren. Dus ik groei op met deze normen en waarden. Hun hebben weer hele andere normen en waarden meegekregen. Dus dat gaat dan heel erg botsen. Hmm. Ik ben wel vooral benieuwd, want je hebt dus gebroken met je familie. Maar om welke familie ging het? Met mijn ouders en mijn broer heb ik wel gewoon contact. Mm-hmm. Maar met de rest van mijn familie niet. Wow. Dus vonden je ouders het meteen goed? Nee. Oh, zij accepteerden het natuurlijk niet. En er is echt een heel proces aan vooraf gegaan voordat ze het überhaupt gingen accepteren. Dus dat je op Instagram ziet dat het nu allemaal koek en ei is met mijn ouders, was voorheen natuurlijk niet zo. Op een gegeven moment kwam mijn moeder ook naar mij toe met van, heb je informatie over die jongen? Okay. Dus qua naam en zo. Maar ik vertrouwde mijn ouders niet. Dus ik dacht van, wat wil ze daarmee doen? Yeah. En toen zei ze van, ik wil gewoon zien wat voor jongen het is of het een goede jongen is. Dus ik wil gewoon research doen op Google. Oh my god. Maar dat is echt typisch. Maar dat is eigenlijk super schattig. Ja. Want dat, ik denk dat elke ouder dat stiekem doet. Ja, maar kijk, dat is pas vanaf het moment dat ze zagen dat ik echt ongelukkig was. Ze accepteerde niet, maar wat gebeurde er dus in de zin van, verboden ze je hem te zien? Waren er bepaalde regels? Mm-hmm. Hoe ging dat eraan toe? Pakten ze je telefoon af? Kijk, in die tijd toen ze erachter kwamen, had ik echt geen telefoon meer. Ik werd gebracht en gehaald naar school. Ik mocht geen vriendinnen meer hebben, geen social life. En daarnaast, om heel eerlijk te zijn, in die tijd, al die vriendinnen die ik had, heb ik nu niet meer. Want je komt er echt in moeilijke tijden achter wie real met je is en wie niet. Wow, ik moet zeggen, dat is een heleboel informatie om te verwerken, Tamara. Het is toch best wel een heftig verhaal ook. We gaan zo meteen nog uitgebreid met jou praten over hoe het verder is gelopen. Maar nu eerst de Spot On Squad en ik zie je zo meteen weer. De reden dat ik ben gebroken met familie is... Oei, die is wel een beetje persoonlijk. Ik denk dat in mijn geval mijn moeder niet voor heeft gekozen om die contact met mij te onderhouden die ik toch wel met haar zou willen. Niet geaccepteerd worden voor mij. De reden dat ik ben gebroken met een familielid is omdat de persoon heel dominant aanwezig was in mijn leven. Dus haar visie, haar wereldbeeld, dat moest ik ook naleven. Want als ik dat niet naleefde, dan was ik niet loyaal. Dan was ik niet oprecht. En dan was ik tegen haar, net zoals de rest van de familie. Het is niet mijn moeder, maar mijn zus. En ik merk wel dat breken met haar, dat was echt een van de moeilijkste dingen die ik heb moeten doen. Ik ben heel erg in strijd geweest met mezelf. Wat vind ik eigenlijk zelf allemaal van alles wat er om me heen gebeurt? Weet je, welk geloof vind ik mooi? Welke waarden vind ik eigenlijk belangrijk? En dat verschilde uiteindelijk toch heel erg van mijn ouders, merkte ik wel. Die loyaliteit die je hebt, die is zo sterk. Dus je kan zien dat ik als het ware een soort van brak met een tweede moeder van mij.
En ik besefte op een duur elke keer dat af- en aanstoot en elke keer het gevoel hebben dat ik op eieren moest lopen om haar te willen pleasen en daardoor mezelf volledig wegcijferen. Dat je op een punt komt in je leven dat je denkt van tot hier en niet verder. Die goedkeuring, die liefde waar ik zo naar hunkerde, dat kon alleen maar onder haar termen. Dus, weet je, ik kan jou dit geven, als jij dit en dit doe je dat niet, dan ben je slecht. Dus op een duur dacht ik zoiets van, weet je, het is goed zo. Het verlies van je ouders is voor iedereen heel zwaar, op welk moment dat ook komt, of op wat voor manier dat ook gebeurt. Dat is een band die jou heel sterk kan houden als mens. En zonder dat lijkt het leven soms heel onzeker. Ik heb het er af en toe nog zwaar mee. Emotioneel is dat ook gewoon heel zwaar. Maar ik krijg zoveel liefde, daar mag ik me echt gelukkig mee prijzen. Ik vond het makkelijk te breken met mijn familie. Absoluut niet. Absoluut niet. Oneens? Oneens, maar ook wel eens. Dat is een lastige. Op een gegeven moment leidt het tot een punt dat je zit zo in heel veel negativiteit. Voor mij in ieder geval met niet geaccepteerd worden, met niet mijn eigen keuzes kunnen maken. Ik zat zo vast aan van, je bent op zoek denk ik naar de acceptatie van je ouders als kind. Wat ik wilde en wat ik goed vond, was nou eenmaal niet wat in hun ogen goed was. En daardoor kon ik eigenlijk nooit dat punt bereiken en was ik altijd ongelukkig. En het moment toen dat kwam, dat ik dacht van, weet je wat, ik neem nu afscheid, was heel zwaar. Maar het was ook een moment dat voor mij echt een soort van een opluchting over mezelf heen viel. Van nu ga ik een keuze maken en niemand die mij durft te zeggen van dit is niet oké. Of weet je, je moet het anders doen. Nee, ik ga het doen. Ik ga het ervaren. Dat maakt het makkelijk. Het was zeker niet makkelijk, maar soms volgen situaties op situaties. Waardoor je uiteindelijk tot een soort moment komt en dat de situatie gewoon zo blijft zoals het is. Dus, maar het is zeker niet makkelijk. Ik heb net gesproken over het stuk, ik ben gebroken met mijn zus. Maar daarvoor was ik ook gebroken met een groot deel van mijn familie. Dus kan je denken aan nichten, neven. En de reden waarom dat gebeurde was heel erg omdat ik in de band was van mijn zus, haar denkwijze en haar beeldvorming. Dus de familie was slecht in haar ogen. Dus en als ik met hen omging, was ik ook slecht. Want ik was er niet loyaal aan haar wereldbeeld en haar visie. Maar anderzijds, ik wilde mijn zus ook niet teleurstellen. Dus ik zat echt in zo'n dubio. En voor wie kies je dan uiteindelijk? Ik koos voor mijn zus in plaats van voor mezelf. En daaruit, weet je, daar was ik toen ook gebroken met. Dat was heel moeilijk. En toen een jaar daarna, toen brak ik dus eigenlijk met mijn zus. En dan zit je daar, dan kijk je in de spiegel en denk je, wie ben ik? Waar sta ik voor? En dan kom je in een bepaald isolement terecht. En, ja, en dan is aan jou de keuze van, kies je ervoor om in dat dal te blijven? Of ga je juist keihard werken? En daar komt ook bij een stukje zelfreflecteren, accountability nemen voor je acties. En ook, weet je, het gesprek aangaan met mensen waarvan jij misschien vindt van, hey, dat heb ik niet zo eens gehandeld. Dus lang verhaal kort, breken met familie was absoluut niet makkelijk. Wat ik wel wil zeggen is, ik ben weer connected met mijn familie, dus dat is weer gewoon cool, weet je wel. Maar met mijn zus, daar ben ik helaas nog gebroken mee. En hoe ik dat voor ogen zie, denk ik wel dat dat voor een lange tijd zal zo blijven. Omdat ik niet meer bereid ben om mijn eigen ik, mijn zijn, weg te cijferen voor een ander. Dus ook niet voor jou. Abonneer nu op dit kanaal, zodat je geen enkele aflevering mist in deze serie Toxic Relaties. Tamara, weer verder naar jou. Als het gaat om Nick, hoe was eigenlijk de eerste ontmoeting dan uiteindelijk tussen hem en je familie? Mijn moeder heeft een juwelierszaak. Mm-hmm. Mijn vader is altijd, na zijn werk, komt hij dan naar mijn moeder de zaak toe. Mm-hmm. Dus we hadden besloten van, nu moet het echt gaan gebeuren. Ze moeten hem echt gaan ontmoeten. Want hoe lang gingen jullie toen al? We praten echt over 4, 5 maanden geleden of zo, een half jaar geleden. Oh, het is nog fresh! Het is echt nog niet lang geleden. Oh. Een half jaar geleden zo. Ja. Wow, de eerste ontmoeting. Ja. Oké, okay, ga door. Mijn ouders wisten niet dat hij zou komen. Mm-hmm. Want mijn ouders zouden nooit ready zijn om, zeg maar, af te spreken met hem en hem dan gaan ontmoeten. Ja. Dus het moest echt spontaan komen. Toen hadden we besloten, op een vrijdagavond gaat hij naar de zaak komen met een bosje bloemen. En het was echt zo spannend. Ik viel bijna gewoon KO neer. Oh, mijn ouders die zeiden tegen mij, je ziet er bleek uit, wil je niks eten, zus en zo. Ik zeg zo van, nee, ik ben gewoon moe, weet je wel. Van, ik kon het gewoon echt bijna niet meer trekken. Yeah. Dus in ieder geval, toen zat ik zeg maar, in de hoek van de winkel en toen kwam hij naar binnen. Ik bleef gewoon precies op die plek zitten. Ik bewoog niet. Mm-hmm. En ik liet gewoon, mijn moeder kwam naar voren en ze keek echt zo, echt gewoon shocked. Want ze wist wie het was? Ze wist, ze herkende hem. Dus ze was echt zo van,
Oh my god. Dus in ieder geval, toen had ze hem al vrij snel een knuffel gegeven en hem gewoon verwelkomd. En toen ging ze dus naar achter, want we hebben een kamertje in de juwelierszaak. En toen was ze naar mijn vader toegegaan en toen zei ze van, de vriend van Tamara is hier. Dus toen, ja. Ik kan me voorstellen dat het, zeg maar, je vader nog enger is of zo. Ja. Die, ja. Ja, ze bleef best wel lang achter, dus ik dacht van, hij gaat toch nu niet komen. En toen uiteindelijk was hij naar voren gekomen. Nick ging natuurlijk vertellen van dat hij alleen maar goede bedoelingen met mij heeft. Dat hij echt oprecht met me is. Dat hij van me houdt. Dat hij heel zijn leven met mij door wil brengen. Dat hij geen spelletjes met mij speelt. Dat ging hij allemaal tegen mijn ouders zeggen. Wow. Ja, gewoon met een bos bloemen gewoon naar mijn ouders toe gegaan. En toen zei mijn vader tegen hem van, je bent een echte man. Oh. Dit zijn letterlijk zijn woorden. Je bent een echte man. En doordat je nu zo bent gekomen, heb je echt een muur doorbroken. Yo. Ja. Zo, ik krijg het er gewoon een beetje warm van. Ja. Of zo, want jij hebt eigenlijk soort van wel iets bij je ouders teweeg gebracht. En mijn moeder die zei ook tegen mij, toen hij binnenkwam, wat is de eerste indruk wat je krijgt? Ja, ja, ja. Ze zei toen hij binnenkwam, leek het net alsof mijn zoon naar binnen kwam. Zo'n gevoel had zij. Dus van eerst totaal niet accepteren en 360 om een zwijner. Snap je? Het is echt insane, want deze hele periode was echt gewoon heel gek voor mij, want ik zat nog in mijn examenjaar. Ik heb echt heel lang over mijn HAVO zitten doen, door alle issues ook en al. Maar ik bleef gewoon doorzetten om alsnog mijn diploma te halen. Toen uiteindelijk had ik mijn diploma gehaald. En ik was echt gewoon helemaal hyped up, want ik heb zo lang erover gedaan. Mijn ouders accepteerden mijn relatie eindelijk. Ik kreeg volgens mij op vrijdag zoiets mijn uitslag te horen. En op zondag werd mijn aanzoek gedaan. Dus gelijk daarna. Oh, een verloving? Ja. Dus ja. Je bent ook nog eens verloofd. Ja. Want hoe zie je de toekomst voor jezelf, Nick en je familie? Ja, nou ja, kijk, sowieso gaan we dus volgend jaar trouwen. Oh, spannend. Ja, we hebben al ons huisje. Dus in mei is het, als het goed is, klaar. Als alles goed gaat. En dan volgend jaar dus ook trouwen daarna. En ja, het is gewoon echt, er zijn zoveel leuke dingen op de planning op dit moment. Ja, ik kijk er gewoon heel erg naar uit. Dankjewel. En ik denk dat er heel veel mensen zullen zijn die hier naar kijken en die zoiets hebben. Ik herken mezelf hierin. En ik heb hier ook echt iets aan. En dank je. Geen probleem. Vergeet zeker niet te abonneren op ons kanaal. Wil je met ons meepraten en discussiëren? Doe dat in de comments hieronder. En vond je dit een leuke video? Doe dat duimpje dan omhoog. Ik ben Vanessa. Ik check je in de volgende. Tot later. Maar nu eerst gaan we naar de Spot on Squad. En voor de Spot... Spot on Squad. Maar nu eerst de Spot on Squad. Yeah!